Je hebt nog geen club. Je bent nog steeds op zoek naar een club. Hoe gaat dat eigenlijk? Ik ben nog steeds op zoek. Ja, we zijn hard bezig. Ja, alle clubs zijn welkom eigenlijk. Dus is gewoon een beetje afwachten, kijken wat er komt. Is er wel interesse geweest of is er interesse nu voor je? Er is interesse geweest en er is nog steeds interesse. En is dat in het buitenland? Is dat in Nederland? Ik ben eigenlijk op zoek naar voor in het buitenland. Maar ja, binnenland is ook welkom. Ja, want ik kan me voorstellen dat je nu alles wil pakken wat er op je pad komt eigenlijk, toch? Ja, zeker. Zeker, ja. Jouw laatste club is nog steeds die Azerbeidzaanse club, volgens mij, hè? Dus je zit al een tijdje zonder club. Dat spreekt niet in je voordeel, denk ik. Nou, nee, niet echt. Je staat een jaar stil. Ik heb wel overal meegetraind. En ja, nu train ik hier om sterker te worden en om fit te blijven. Je zegt, je hebt wel meegetraind. Je hebt bij clubs meegetraind, bedoel je dan toch? Ik heb vorig seizoen de laatste paar maanden met Excelsior meegetraind. Ik heb laatst nog met VVCS met het team VVCS meegedaan. En dat was het eigenlijk. En Excelsior, dat is geen optie? Nee, ik heb nog niks gehoord daarover. Dus. Omdat ik nu ook Bandje was er even over afgelopen weken. Dat is een oud ploeggenoot van je volgens mij. Hè? Ja. Maar ze hebben niet gebeld in ieder geval? Nee, nog niet. Nog niet. Hoop je inderdaad, je zegt je hoop eigenlijk ook op het buitenland. Er is dus interesse, zeg je? Ja. Ja. En waar is dat? Ja, eigenlijk overal een beetje verspreid. Het spreekt misschien niet in je voordeel dat je ook, want je bent de 30 al gepasseerd volgens mij, of niet? Ja, klopt, ja. Ben je wel eens bang dat het wel eens einde carrière kan zijn of ben je daar helemaal niet mee bezig? Ik ben er helemaal niet mee bezig. Ik ben gewoon voor mezelf om fit te worden. En ik voel me nog fit en ik wil gewoon nog voetballen. Dus ik ben nog steeds op zoek. En eigenlijk ben ik daar nog niet echt bang voor om afscheid te nemen. Ik heb nu net een hele training gevolgd. Voor mij ben je topfit dan als je hier een tijdje traint. Ja, zeker. Het is aardige training hier, ja. Dat is echt heel pittig inderdaad, anderhalf uur buffelen. Ja, nee, ze trainen hier heel hard. Het is natuurlijk individueel. Dus je moet wel keihard aan de bak.